Vandaag zijn jullie te gast bij Moonfeest. Een van de weinige optreden toch dit jaar in België. Waarom wel Moonfeest? Omdat het een leuk festival is. Nog relatief jong heb ik begrepen, maar wel al op een paar jaar tijd op een niveau dat je zegt, veel volk, goede organisatie, leuke setting. Het kwam uit voor ons, weliswaar omdat Moonfeest zich heeft aangepast aan ons, maar voor onze grote dank. Dus wij zullen dat beantwoorden met het beste van onszelf te geven. Wat was voor jullie het meest memorabele optreden dat jullie ooit gehad hadden? Oei. Dat is echt moeilijk om te kiezen. We hebben zoveel memorabele optredens gehad. Wij gaan elke keer het podium op met het idee, we moeten spelen alsof het de laatste keer is. Dus wij proberen van elk optreden iets memorabels te maken, om er nu eentje uit te pikken. Goh man, we zijn al zo lang aan het spelen. Ik zal er twee geven. De Spaanse trappen in Rome, in 1991, toen we naar het Songfestival gingen. Dat was de max, cool. Ook door de dat setting. Cool. En dan hebben we een keer gestaan op Parkpop. Jaren geleden, in 1990, toen de elektriciteit 3 keer is uitgevallen. En dat was ook wel heel speciaal. Dan niet per se in de juiste zin, maar dat was wel memorabel. We hebben ook in augustus 2000, wat was dat, 19 denk ik, hebben we op de Moonfeesten gespeeld. Ja. Dat was een fantastisch concert. Dat was een fantastisch concert. Daarover is het nu eigenlijk Koenfeest of Moonfeest? Oh. Het zal Koenfeest worden, hè? Dat Moonfeest. Jullie maken met twee het gezicht zeg maar, van Clouseau. Kan je Clouseau omschrijven in 2 woorden? Ja. Een groepje. Koen en Chris. België wereldkampioen voetbal of Remco Evenepoel die 5 keer de Tour wint? Maar alle twee. En als je 1 moet kiezen? Nee. Maar ik denk dat de kans dat Remco Evenepoel 5 keer de Tour wint misschien iets groter is dan dat België wereldkampioen voetbal wordt. Ja, je weet dat niet. Dat is 2 keer de lat wel heel hoog leggen. Hè? Heel hoog, wat dat je dat nu wil zeggen, draagt, hè? Ze zijn het alle twee waard. Dat dus wij zijn sowieso grote supporters, zowel van het voetbal als van Remco Evenepoel. Maar dat is 5 keer de Tour, dat is wel... Dat is Merckx, Indurain en Hinault en dat soort... Dat is wel heavy, hè? Alles kan, hè? Misschien nog even heel kort. In november komt jullie nieuw album uit. Wat kunnen de fans verwachten? Een typisch Clouseau-album? Ja, dat denken wij wel. Maar dan wel anno 2019. Ik bedoel, we staan niet stil. De songs zijn volwassener, zo je wil. De thema's zijn bijna altijd thema's met hart en veel emotie. Het klinkt, want we zijn er volop mee bezig wat ons betreft, zeer, zeer goed. En we hopen dat we de beste verzameling van songs bij elkaar gebracht hebben die we ooit op 1 plaat hebben verzameld. Dus onze verwachtingen en onze lat ligt hoog, maar of dat ook allemaal zo gaat overkomen bij de mensen, dat valt af te wachten. Oké. Dank jullie vriendelijk voor deze korte babbel en zometeen heel veel succes hier in Moon. Dank je wel. Merci, dank je wel.